Hallo iedereen en welkom weer bij een nieuwe tutorial. Ik heb hier mijn dochter, haar naam is Amy en ze gaat vandaag samen met mij deze steen proberen te maken. En dan kun je ook zien dat samen met je dochter dat je er een hele leuke dag of avond van kunt maken en dat je gewoon een hoop lol mee hebt. Mijn steentje is nog natuurlijk en ik heb van Amy de kleur zwart gepakt en ik kies zwart omdat dan mijn waterverf die we vandaag gaan gebruiken en deze holografische folie hebben we ook gebruikt. Dit is optioneel hoor mensen, dit is echt niet nodig, maar ik ga je laten zien hoe je dus met die nagelfolies, en deze ga ik gebruiken, dat we een hele leuke bug kunnen maken. Zo'n kevertje, zo'n of scarab. En deze zelfgemaakte waterverfjes. En ik heb daar ook een tutorial van net hiervoor. Dus zie je dat het maakt een hele mooie olievlek idee. Het is natuurlijk niet olie, het is echt gewoon waterverf. En het is schadeloos voor het milieu, dus je hoeft het eigenlijk niet druk te maken. Het is echt gewoon ja, cosmetische pigment en zo. Nou, we pakken onze steentje en we gaan hem ongeveer in 2/3 verdelen met een mooi boogje. Kijk even goed naar je steentje en maak er een mooi boogje van. Maak hem dus niet te recht. Probeer een klein beetje glooiend te laten lopen. Zie je? Zo. Kun je het zien? Kijk, mijn dochter lukt het ook wel, alleen die moet een paar meer streepjes zetten. Dan ga je de steen even door de lengte naar beneden brengen, dan heb je eigenlijk een kruisje. Zie je? Een kruisje. En dat gebruik je gewoon als leidraad voor jezelf, voor de vleugeltjes. Dan weet je in ieder geval dat je goed in het midden zit. We gaan hem even wat inzoomen, dan kun je het beter zien. Nou, je hebt een mooi kruisje. Zorg gewoon dat je een beetje een bolling hebt. Nou, probeer een beetje afstand te houden van het middenlijntje. Ongeveer hier zo. En begin je smal en dan uiteindelijk loop je dus een beetje met een boogje naar buiten. Dus je zorgt in ieder geval dat het mooi met een boogje gaat lopen. Zoals je ziet ook aan de steen aan de bovenkant en de steen van mijn dochter kun je het wat beter zien. Die werkt met een wit potlood, waterpotlood, op een zwarte steen en dan zie je haar lijntjes ook wel goed. Ja, dus probeer het een beetje evenwijdig te maken. Het middenlijntje is daar als leidraad voor jou om dezelfde afstanden te kunnen behouden. Nou, ik doe nog een tweede lijntje net voor de eerste. Want dat houden wij in een natuurlijke kleur. En dat wil je dus ook gaan gebruiken zeg maar, om het kopje van het lichaam te, te versplitsen. Ik kom er even niet op. Nou, Amy moet eventjes haar mooie lijntjes zeg maar even netjes maken. Dus ik geef haar een wattenstaafje met een beetje water. Dan kan ze haar lijntjes schoonmaken. En ik moet de middelste lijntje een beetje schoonmaken, mijn leidraad. En voor de rest moet ik natuurlijk mijn vleugels moet ik zwart maken. En de rest van mijn steen blijft gewoon een natuurlijke kleur. Kijk, ik maak dat lijntje een beetje schoon. Het middelste stukje doe ik ook even weg. Nou, Amy heeft een beetje te veel water gebruikt. Ik doe een beetje met mijn penseeltje even wegvegen. Soms moet je een klein beetje je dochter helpen. Maak haar lijntjes. Ze ziet er nog heel licht, dus het zijn wel haar lijntjes hoor. Alleen, ik maak het een beetje netjes voor haar. Zoiets had ze. Het moet natuurlijk niet te nat zijn, het steentje. Nou, ondertussen dus moet ik eventjes mijn vleugels inkleuren met zwart. En dat doe ik omdat de waterverf die we dus gaan gebruiken, dat je dat beter, dan, ja, dat hecht beter, of dan zie je de kleuren beter. Dus ik doe alleen dus de vleugels hier en ik laat dus het middenstukje, oh, nou ja, ik zit al lekker onder verf. Dat laat ik eventjes vrij van steen. Oh ja, en het kopje doe ik ook eventjes met zwart. Dit stukje. Dus dan heb ik eigenlijk dus de twee streepjes eigenlijk nog maar over waar de natuurlijke steen. Waar je de natuurlijke steen ziet. De rest is allemaal zwart.
Nou, dat moet eventjes drogen. Wat netjes maken. Gewoon met een plat penseeltje wat je hebt liggen. Zo. Prima. Ondertussen verpakken we onze waterverf erbij. En ik heb hier, net wat ik zeg, ik heb hier al een tutorial van gemaakt. Dus jullie kunnen het ook gewoon zelf maken. En we pakken gewoon twee penseeltjes. Gewoon wat kleinere platte penseeltjes. Maar een klein ronde penseeltje. Het is allemaal prima. Waterverf wordt natuurlijk geactiveerd met water. En deze zijn zeg maar metaliek verfjes met een klein beetje glitter erin. En ik heb een kaartje gemaakt. Eerste instantie heb ik dat gemaakt zeg maar, om te proberen. Te kijken of ik het wel leuk vond. En of het wel de gewenste effect heeft. En ik vond het zo leuk om te doen. Dus ik heb een paar meer kaartjes gemaakt. Dus jullie kunnen ook met de vorige tutorial kun je ook een kaartje winnen. Dus let goed op. Dus de vorige tutorial van hoe moet ik waterverf maken. Kun je dus zo'n kaartje winnen. Ik weet niet of er precies dezelfde kleuren op staan. Maar evengoed is het... Is het wel leuk om te proberen, om te kijken of je het leuk vindt. Of dat je het een leuk effect vindt. Ik vind het heerlijk om mee te werken. Het is echt een dunne waterverf. En ik begin dus gewoon met mijn goudkleurige. Het is echt goudgeel. En ik doe gewoon een klein beetje in het midden van de steen zo. Mijn dochter die gaat andere kleurtjes gebruiken. En is natuurlijk helemaal zelf in. Ze mag zelf kiezen welke kleuren dat ze wil gaan gebruiken. Dus... helemaal vrij in. Ik pak deze even. Dat is een beetje tielkleur. Ik doe gewoon een beetje water erop. Zie je? En dan activeert het weer. Het is heel bizar. Want het zijn gewoon eigenlijk opgedroogde stukjes verf. Maar zodra je er water op doet. Dan komen die pigmenten weer vrij. En moet je kijken wat een mooie effect dat gaat geven. Wat een mooie kleur. Daar ben ik er helemaal happy van. Dan kan een mens toch gelukkig zijn, hè? Met een verfje. Bizar. Ik ga nu wat donkerblauw pakken. En je kunt natuurlijk alle soorten patroontjes hebben. Wat je ook wilt. Het is natuurlijk helemaal totaal vrij wat je wilt. Dus zorg gewoon dat het goed... De pigmenten goed vrijkomen. Je ziet ze dan ook echt door het water eigenlijk op het druppeltje zitten of liggen. Zie je? Maar dan komen ze echt mooi op die steen. En dan als je ze dadelijk hebt afgelegd. Eigenlijk is het opgedroogd. En dan blijft die pigment blijft gewoon zitten. Het is echt bizar. Je denkt van nou, daar is dadelijk niks meer van over. Maar dat is niet zo. Dat zul je wel zien. Ze zijn gewoon echt hartstikke leuk geworden. Ik mag het altijd ook wel vertellen, want ik heb natuurlijk de eindresultaat hier. Hè? Ik gebruik nu wat paars. Andere kant ook. Misschien is het handig als je zeg maar, je kaartje wil gaan gebruiken, dat je gewoon alvast een druppeltje verf erop zet. En dan hoef je het niet zo lang te mixen voordat het, voordat je het activeert. Natuurlijk zeg, dit kaartje was mijn eerste probeersel toen ik heb gemaald. Want je moet de verf, de pigmenten moet je malen. Klinkt raar, hè? Maar, het is ook wel een heel leuk werkje om te doen, hoor. Alleen is het niet, je moet nou niet denken van, nou, ik ga nu bergen met geld besparen. Want dat is niet zo, hoor. De pigmenten zijn best lastig, best prijzig. Voor 10 gram. En die potjes, maar je kunt ook natuurlijk ook wel een bulk kopen. Maar wellicht heb je gewoon om te proberen eerst nog wat, make-up poeder liggen. Waar je, de kleurtjes waar je eigenlijk niks mee doet. Hè? Groene ogen of rode ogen, ja. Dat zie je niet zo vaak meer. Vroeger natuurlijk wel, maar nu niet meer. Ik gebruik wat van de brons.
Die heeft mijn dochter gemaakt in de tutorial. De vorige tutorial, dus dan kun je zien wat voor kleurtjes. Daar was ze helemaal trots op. En gelijk heeft ze natuurlijk. Ze vindt ze gewoon leuk om te helpen. Mama helpen. En als laatste gebruik ik een beetje zilver. Zo. Nou, mijn dochters kleurtjes komen ook al heel mooi tot z'n recht, vind ik. Ze vraagt dan eigenlijk nu af welke kleur dat ik nou nog meer moet gebruiken. En ze weet het even niet meer. Dus gaat ze voor turquoise. Zo. Nou, je kan natuurlijk de proces, dezelfde proces als het gedroogd is, nog een keer herhalen. Als je denkt, nou, ik wil die kleuren nog helderder, dat kan. Nou, doe je hier en daar doe je nog wat extra erbij. Ik ga natuurlijk het kopje ook nog doen, want dat was ik even vergeten. Dan ben ik zo in mijn element met mijn vleugeltjes en denk van, oh ja, dat kopje moet natuurlijk ook. Kijk nou, als je dat water op doet, dan zie je die pigmenten, zie je helemaal dansen. Zie je? Het is een heel leuk effect. Nou, ik probeer dezelfde kleuren te onthouden. Dus eigenlijk, denk eventjes in een cirkel. Alleen heb je dus is de cirkel een beetje afgebroken, hè? Dus ik vroeg me eigenlijk net aan mijn dochter van, welke kleur had ik nu nou? En die kinderen hebben zulke goede geheugens. En bij mij heb ik het idee dat af en toe mijn geheugen gaat kaas is. Maar goed, dat zal wel een oude leeftijd liggen, hè? Zeggen we dan. Beetje roze. Ik heb met mijn goud een beetje te veel water gebruikt en dan zie je dus dat het een beetje te snel overloopt, maar dat is niet zo erg. Overlopende verf is ook wel heel erg leuk om te zien, moet ik zeggen. Nou, mijn bug is ingekleurd met mijn laagje waterverf. Mijn dochter is bijna daar. En nu pak ik een beetje een flesje met water en dan spritz ik gewoon op mijn steen. Eventjes mijn dochter even waarschuwen dat ze aan de kant moet. Ik spritz gewoon een paar pompjes op mijn steen en dan kunnen die pigmenten een klein beetje doorlopen met elkaar. Dus ja, ze mag weer een beetje naar binnen. Het is echt maar een hele fijne mist. Kinderen moeten we een beetje meer geduld voor hebben, want natuurlijk dat duurt een beetje klein beetje langer. Die hebben natuurlijk allemaal keuzestress. Die moeten dan kiezen welke kleur ze hebben willen en zo. Dus, maar ik vind haar met de zwarte ondergrond, zeg maar, dus de ondergrond. Ik weet niet, het lijkt wel of het gewoon een paar keer, ja, dat het gewoon wat mooier is. Nou, Amy die spreekt zeg maar de steen wel 5-6 keer op. Maar ik moet zeggen, het gaf wel een heel leuk effect. Maar dan moeten we wel heel lang wachten eer dat het droogt. Ik pak onze kleine penseel er even bij. En Amy wil graag met stiften werken. Dus ik pak mijn zilveren verf en zij pakt mijn zilveren stift. En ik ga eventjes, als de steen droog is, dus net wat zegt, die van Amy die heeft wat langer geduurd. Ik ga gewoon mijn outline van mijn vleugeltjes met zilver doen. Want het is natuurlijk een steampunk bank, hè, scarab. En steampunk betekent eigenlijk dat het een beetje industrieel eruit ziet. Dus een beetje grof. En ik
vind het een heel leuk effect geven. En daarom gebruik ik ook zilver en of metallic verfjes. En ik gebruik wat grovere lijnen. Het zijn... Dus moet maar eens eventjes zoeken op Google. Even googelen, zeggen we dan. Steampunk art. En het geeft een hele leuke effecten. Dus dan zeg ik, doe het met mijn penseeltje. En als je nou een beetje minder standvastig of vaste hand hebt, moet je zeggen. Dan kun je het heel goed met van die metallic stiften. Die van mij, die... Oh, heet die nou? Ik vergeet het elke keer. Het Artistro. Maar er zijn zoveel merken van stiften die je dus op steen kunt gebruiken. Zorg gewoon dat het wel aquarel stiften zijn en niet op alcohol gebaseerd. Want dat gaat vloeien als je die gaat aflakken. Dus die zijn niet geschikt voor op steen. Nou, ik ben bijna klaar met mijn randje. Goede rand. Soms ben ik te dik bezig, maar dat is dan niet zo erg. Dat doe ik dan gewoon straks met een beetje zwart. Ga ik dat fixen. Alles kan je fixen. Can we fix it? Yes, we can. Voor wie Bob de Bouwer nog kent. Nou, ik moet zeggen, ik vind zilver wel leuk. Maar als ik zo naar die van mijn dochter kijk, vind ik goud ook wel heel erg leuk. Maar ik laat hem gewoon, want we moeten natuurlijk allemaal anders zijn. Dus ik laat die van mij gewoon even zo. En we zien we straks wel verder. Nou, ik had gezegd dat je dus hier en daar foutjes hebt gemaakt. Maar ik wil ook een zwart randje. Eerst maar eens eventjes mijn, hoe heet dat, voelsprietjes. Dus ik maak het een beetje een zo'n krulletje. Hier zo. En dan ga ik hier de oogjes maken. Die ga ik zetten. Ik ga gewoon over mijn waterverf heen met een soort half boogje. Zie je, het is een echt... Het loopt in het midden loopt het een beetje rechter, maar dan loopt het ook weer naar buiten. Net zoals dat de vleugels naar buiten liepen. En dan doe je het. Probeer hetzelfde te doen aan de andere kant. Nou, als het nou niet meteen lukt, dan kun je het misschien beter eventjes met een potloodje eerst een schetsje maken. Om te zien, oké, ben ik nou evenwijdig? Of misschien als je nou denkt van, nou dat lukt me echt niet. Dan knip je een stukje papiertje af op dezelfde vorm. Dat is misschien al wel handiger. En dan kun je dan het papiertje omdraaien. Dan heb je ook een evenwijdige oogje. Hè? Dan heb je dus de twee kanten hetzelfde. Nou, mijn dochters sprietjes zijn een beetje kleiner, maar ze gaat me gewoon kopiëren. Dus, en als zij het kan kopiëren, moet het jullie ook lukken. Kijk, haar is meer een hoekje. Dat kan natuurlijk ook, hè. Je kan ook een beetje een hoekje maken. Als ze maar dezelfde grootte hebben ongeveer. Kijk, dat is ook prima zo. Nu ga ik het eerst helemaal invullen. Want dat oogje heeft één kleur. Of eigenlijk één kleur. Ik gebruik holographic goedje. Het is een, ik zeg goedje, maar het is een soort poedervorm die ik heb gemixt met een beetje vernis. En dat bewaar ik in een potje die leeg is. Dus, maar dat werkt het beste met een mooie zwarte ondergrond opnieuw. Dus dat ga ik eerst even doen. En holographic eigenlijk betekent dat het zeg maar twee kleuren, twee of meer kleuren heeft. Hè? Het lijkt op één kleur als je het opsmeert bijvoorbeeld. En dan blijkt het als je het dus een beetje in een ander licht houdt dat het zeg blauw-paars is. Of dan is het weer blauw-groen. Het is maar net wat voor licht dat je het houdt. Het is best een leuk effect geeft het. Ik probeer ook altijd met leuke dingetjes te werken, zeg maar, steeds iets nieuws te vinden. En nu wacht ik al een tijdje op een ander poedertje, waar ik ook erg benieuwd naar ben, naar het resultaat. Maar dat komt dan wel weer. Daar ga ik nog niet zo heel veel over vertellen. Je moet gewoon abonneren op mijn kanaal en dan volg je alles en dan mis je niks. En 9 van de 10 keren doe ik wel op de Facebookgroep van Stenen Schilderen, doe ik mijn tutorials wel delen. Maar soms
Ja, soms als je dit ziet, dan mis je het wellicht, want dan komt het niet conform regels op andere groepen. Dus als je dan gewoon abonneert, dan krijg je gewoon, dan krijg je gewoon een berichtje als er een nieuwe uit is. Nou, ik maak eventjes dat randje van mijn oogje ook zilver. Ik moet mijn telefoon even op stil zetten, want anders wordt het gewoon ping, ping, ping. Hoor je dat? Dat is mijn telefoon. Probeer een dun lijntje te maken. Dus als je nou moeilijk vindt om dunne lijntjes te maken, dan kun je dus of je kunt gewoon een stift gebruiken, een acrylstift. Of je kunt... hoe moet ik nou zeggen, het een beetje verf verdunnen, krijg je het ook wat, dan is het ook wat dunner. Wat voor mij altijd helpt, is dat ik zeg maar een soort vaste plaats mijn hand op steun. Zelfs als die steen bol is, dan doe ik soms mijn eigen hand eronder. Zo. Ik doe een klein randje in het midden. Dan heb ik dus eigenlijk ook zo'n rand, zo'n tussenrand. Zie je wat ik dus heb aan de bovenkant? Heb ik dus nu ook bij het oogje. Vind ik wel grappig. Dan moet ik eventjes die dikke lijn dadelijk even opschonen, maar goed. Nou, mijn dochter gaat ook weer aan de slag nadat ze net eventjes heel erg vervelend is geweest met haar kaartje en tekst. Ja, dat vinden kinderen dan natuurlijk altijd moeilijk, hè? Even geduld hebben of wachten tot de verf droog is. Dat weten jullie vast wel. Kinderen hebben geen geduld. Alles moet nu. Later is zover. Nou, ik pak wat goudkleur. Ik ga eens kijken of ik het nou met goud mooier vindt. Nou, dat zie je dus niet. Gewoon weg. Niks aan doen. Ja. Ik ga het zo doen. Ik doe dus een zwart randje. Lijntje. Een heel dun lijntje. Net na mijn zilver randje. Zie je dus? Dus mijn zilver randje heb ik daar. En ik doe gewoon een outline van zwart. Tussen zwart en mijn vleugel. En dan komt hij, dan lijkt het net of dat die zilver er een beetje meer op ligt. Ja, ik vond die van mijn dochter prima. Maar ik denk dat zij dat ook wil gaan doen. Want ze natuurlijk, alles wil ze natuurlijk overnemen. Maar ze moet het zelf weten wat ze wilt. Het is haar steentje, zeg ik altijd. Je moet doen wat je zelf leuk vindt. Nou kijk, ze heeft het dus ook leuk gedaan. En nu ga ik dus die paar dingetjes zeg maar opleuken. Dus ik pak mijn zilververf er weer even bij. Even mijn dunne penseeltjes pakken. En ik ga gewoon hier zeg maar een klein streepje om dat zwarte voelsprietje doen. Zie je, dat loopt dan door. En het lijkt net of dat zilver ook is oud. Dat zeg maar een outline heeft. Maar ook dat geeft dan weer diepte. En ook wat ik nu ook ga doen is ga kleine streepjes zetten. Zeg maar hier. Zie je wat ik eromheen heb gedaan? Nou, je begint gewoon een paar streepjes zo. Hier, daar. En je kan zoveel mogelijk streepjes maken dat je zelf veel leuk vindt. Als je denkt, nou, ik vind dat helemaal niet leuk. Of ik wil puntjes, kan misschien ook wel heel erg leuk zijn. Ja, ik heb gewoon deze streepjes gedaan. Zo. Zoveel als je zelf wilt. Je kan ook bijvoorbeeld aan de buitenkant dat ze wat verder uit elkaar staan. En naarmate dat je tussen hier bent, dat ze dan dichter bij elkaar staan. Staan, dat geeft dan ook weer een soort illusie dat het zeg maar naar binnen loopt. Anders loopt. Is misschien ook wel leuk. Daar heb ik nog niet eens aan gedacht. Het is nou te laat, hè?
Nou, we zijn er bijna. Kijk, mijn dochter is alweer klaar. Maar ja, die heeft natuurlijk de stift. Dus een wat dikkere punt. Nu komt het leuke. We gaan dus met deze, tussen de vleugeltjes gaan we dus nagelfolie gebruiken. Nou, als je dat nou niet hebt, kun je misschien of je laat de vleugels gewoon die kleur, of je laat het natuurlijk, is ook misschien al leuk. Of je kan, een of andere pareltjes gebruiken. Natuurlijk, dan mag het natuurlijk niet in de natuur gelegd worden, dus wees daar voorzichtig mee. Deze steentjes komen niet in de natuur. Nou, net wat ik zeg, dit potje is dus niet die thermochromische vloeistof, dus ga het alsjeblieft niet zoeken. Het is gewoon die, dat vloeistof, wat ik zei, dat thermochromische vloeistof die ik heb gemengd met, met vernis. Dus het is dus niet de kleurveranderende vloeistof zoals het op dat potje staat. Deze, zeg maar, poeder, dat kleurverander, of chameleon poeder noemen ze dat ook wel. Dat zijn dus kleurtjes of poeders die dus veranderen van kleur naarmate dat je dus het anders houdt. Ik heb geen idee hoe die werken, maar ik vind het effect wel heel erg leuk. Dus ik doe daar gewoon een mooi laagje op. Kijk zo. Probeer netjes tot aan de randjes te gaan. Nou, wat je natuurlijk, als je dat natuurlijk niet hebt, deze kleur, of deze poeder, en je denkt van, nou, ik wil het helemaal niet gebruiken, dan kan je natuurlijk ook je waterkleurtjes, maar dan gewoon één kleur gebruiken. Of misschien kun je ze ook wel mixen. Een beetje blauw met groen mixen, dat kan natuurlijk ook. En dan gebruik je gewoon de waterverfjes die we hebben gebruikt vandaag. En die je dus zelf ook kunt maken. Niet vergeten dat je die zelf kunt maken. Ik wil ook, in de toekomst wil ik er ook een paar hebben die als ik zeg maar te veel heb gemaakt, die ik te koop aanbied. Maar dat komt nog wel een keertje. Kijk, deze ga ik gebruiken. Zijn toch gewoon cool. En we hebben wat stafjes nodig. Dat zijn van die wat hardere penseeltjes. En ik gebruik vandaag UV-resin. Maar je kan ook dus de nagelplak gebruiken. Dus waar je dus in de winkels heb je dat ook. Van dat waar je dus nagels dingetjes mee plakt. Dat kun je gewoon bij de drogist halen. Dus dat moet lukken. Ik heb ook andere dingen geprobeerd. Zoals tacky glue of mod podge. Of gewoon een nagellak. Maar dat werkt allemaal niet. Dus je hebt echt dus die nagellak nodig. Dat werkt. En dat hoef je dan in principe niet met een UV-lamp te gebruiken. Maar als je gewoon geen geduld hebt. En je wilt het meteen goed hebben, dan adviseer ik wel zo'n nagellamp. Zelfs ook samen met zo'n met die nagellak, zeg maar, die je in de winkel kunt kopen bij de drogist. Dat werkt dan toch wat fijner, want het moet een beetje nog plakken, maar het moet wel uitharden. Dus zorg gewoon dat je een goed laagje aanbrengt daar waar je die nagelfolie gebruikt. Nou, mijn dochter die heeft niet zoveel gebruikt. Dus die was echt zuinig op dat spul. En ik gebruik wat meer. En die van haar, dat ging wat moeilijker. Dat duurde gewoon, het kwam niet zo mooi van het papiertje af. Dus die van mij is echt goed gevuld en goed plat. Dus nou, doe het meteen jouw penseeltjes die je dus, of je moet ze weggooien, dus niet vergeten, als je eenmaal in de resin hebt gezeten. Goed, ik ga even denken, 90 seconden of zoiets ga ik de lamp aanzetten. Ja, dan moeten we wachten, hè.
En dan gaan we kijken hoe dat die folie, zeg maar, hoe die leuk plakken. Nou, ze zijn nou goed droog. En ik ga dus die nagelfolie op mijn steentje leggen. En daarna kun je hem dus niet meer verschuiven. Dus je moet hem meteen goed erop zetten. Ik ga hem ongeveer zo aanbrengen. Ik wil die radertjes wil ik hebben. Nou, het plakt nog goed. Ja. Maar je moet het goed eventjes wrijven. Dus ik heb dat stokje. Dan gaat het goed aan een steentje plakken. En oké, dit is dus UV-resin. Of UV-epoxy. Maar net wat ik zeg, met die nagellakjes vond ik ook dat het hartstikke goed werkte. Want de originele steen die ik dus eerder had gemaakt, heb ik dus met die nagellakjes gedaan. Alleen ik vond dat de droogtijd wat langer was. Omdat ik die lamp niet heb gebruikt. Nou, kijk. Die van mij die is gewoon meteen goed. We zijn ongeveer, ik denk, 2 minuutjes verder of zo. En die van mijn dochter, ja, die wou dus maar niet lukken. Dat bleek dus dat ze dus achterstevoren aan het opbrengen was. Ze zei, het lukt niet, mam. Dus zorg gewoon dat je dus wel de juiste kant gebruikt van het, ja. Maar goed, ik laat er nog eventjes doormodderen, want je hebt natuurlijk zelf weinig tijd om zelf de ruimte die je hebt voor het aanbrengen van die nagelfolies is maar kort. Dus, want dat droogt natuurlijk ontzettend snel. Dus ik ga hier en daar ook nog wel wat extra aanbrengen, omdat ik dan het minder mooi vind of te kaal plekje vind. Dus en dan kan zij nog een mooi extra laagje doen. Dus we gaan het nog een paar seconden onder de lamp. Even denken. Ongeveer 60 seconden. Drie, twee, één. Nou. Take two. We gaan het nog een keer proberen. Ik ga nog een paar radertjes erbij doen. Pak gewoon wat. Zo. Even goed plakken. Kijken of het voor mijn dochter nu ook lukt. Of ze nou de juiste kant heeft gebruikt. Dat kan natuurlijk dat ze nog steeds de verkeerde kant gebruikt. Ja, misschien als je zeg maar bezig bent, dan moet je eventjes één voor één doen. Zodat je je dochter of je zoon, dat je dat kunt helpen, assisteren. Ja, kijk, ze heeft nog steeds de verkeerde kant. Nou, dus ik ga het even proberen. Kijk. Dus nu kwam ik erachter dus dat ze dus de verkeerde kant had gebruikt. Dus ik ga even helpen, kijken of dat het kan fixen voor haar. Dus dat adviseer ik dus ook als je samen met je dochter doet. Doe maar één steentje tegelijkertijd. Kijk, het komt er nu wel netjes af. Alleen omdat het natuurlijk wat droger is. Kijk, ook hartstikke leuk. Ze wil die van haar, wil ze de Galaxy noemen. Dus ik ga kijken of het nog nat genoeg is om hier en daar nog eentje erbij te doen. Nee, het is niet meer nat genoeg. Dus ze zul je of nog een keertje moeten doen, of je moet maar accepteren dat het zo is. Het is al bijna hard, hè? De UV-resin in mijn dopjes. Jullie weten wel wat voor dopjes dat zijn, hè? Mijn pallet. Ideaal. Hij ligt hier nog steeds langs me. Nou, de baks zijn klaar. En ze hebben allemaal, alle twee hebben ze mooie nagelfolies. En het blinkt geweldig mooi. Dus het geeft weer een hele leuke effect. En nu gaan we hem eventjes oppimpen.
Dus we gaan wat diamantjes pakken. En die plakken we dus ook met die UV-resin op de banks. En door de UV-resin komen ze er ook echt niet vanaf. Het zijn echt de hele harde spul. Het droogt op als glas. En dat gaat er ook niet af. Maar het komt ook niet. Deze baks, die ga ik niet wegleggen in de natuur. Ik ga de bomen om maar zeker te weten te zijn dat ze dus niet. Ja, dat er niks in de natuur komt wat er niet hoort te liggen. Dus voor de mensen die dus natuur. Liefhebbers zijn. Ik ben ook een heel erg natuurliefhebber. Dus deze die worden gewoon gaan in mijn schaaltje. Die gaan dus niet weg. Of iemand moet ze willen kopen. Dat kan natuurlijk ook. Mijn dochter zegt van, zou iemand mijn steentje willen kopen, denk je mama? Want ze natuurlijk, daar heeft ze weer centjes om andere leuke dingen mee te doen. Hè? Dus dat snappen jullie wel. Kijk, ze is helemaal trots. En gelijk heeft ze ook. Haar bak is gewoon hartstikke leuk. Ik ga het eventjes uitharden. Zodat die diamantjes er niet afkomen. Kijk, ze zijn er niet af. Wat zijn ze leuk, hè? Nu gaan we eventjes nog de stippen doen. Zeg maar tegen een kind, nou even niet spelen, hè? Pakken die stokjes er even bij. Nou, als je nou niet voor die stokjes hebt, dit zijn dotting sticks, zeg maar, dotting tools. Maar een achterkant van een potlood, weet je wel, waar zo'n gummetje op zit, is een prima dotting tool. Probeer de dot evenwijdig te zetten. En met evenwijdig bedoel ik gewoon dat links hetzelfde is als rechts. Dus niet zeg maar dat je gewoon hier en daar een dotje doet, maar gewoon probeer ze een beetje evenwijdig te zetten. Kijk, die van mij, die onderste, is een beetje vreemd. En loopt niet in de gelijke lijn. Maar dat zag ik niet. Je ziet het niet hoor, als je de steen in je handen houdt. Maar ongeveer dezelfde patroon. Nou, mijn dochter gaat het ook doen. Ik ga ook even de dotting tools gebruiken. Nu moet ze even drogen, die dots. Want we gaan natuurlijk daarna weer iets anders doen. Nou, de originele steampunk bank, die heeft gewoon een ander dotje blauw en daarboven zit een soort glitter lakje van engelvleugeltjes. Het is echt zo'n tongue tier of zo'n galgje woord. Engelvleugeltjes verf. Jullie weten wel van wie, degene die we kent. Ik pak even mijn gouden verf erbij. En mijn dochter wil het graag met wit doen. Want zij wil natuurlijk sterretjes maken. En ik maak gewoon mooie dots. En ik, succes meid, allemaal sterretjes maken. Ik doe het je niet na. Maar goed, zij vond het gewoon leuk om te doen. Omdat haar steentje is een galaxy bug. En ik heb gewoon een steampunk bug. Nou, mijn dotting tools. Kijk, ik doe steeds meer een. Ja, hoe leg ik dat uit? Ik begin gewoon eerst met één dot, hier zo. Ja, en daarna doe je dezelfde dot nog een keer, als je wat groter. Dan de tweede. En dan begin je de derde. En met de derde ga je gewoon 1, 2, 3, 4. Hetzelfde dus. Ik heb niet meer gedot, zie je? En zo ga je dus steeds meer dotje een beetje minder. Wordt een beetje kleiner. Want dat zit er steeds minder verf op. Nu, ik kan natuurlijk mijn goud gewoon gebruiken als. I did stars. Yay. Ja, ze was helemaal trots. Moest eventjes delen. Ik doe eventjes die dots op. Kijk, met een beetje UV-epoxy opnieuw. Omdat dit gedeelte, ik wil dat dus absoluut niet eraf halen. Ik wil dat het gewoon totaal niet eraf kan. Dus ik ga gewoon deze pareltjes zet ik op mijn steampunk bug.
Ik gebruik mijn vinger en mijn dochter heeft het wattenstaafje gebruikt en ik zie dat het eigenlijk wel een heel handig toeltje is. Zo. Ik zal die van haar eventjes een dotje voorzien. Het hoeft echt maar een klein beetje. Maar door dit UV-resin komen ze er dus echt absoluut niet af. Kijk, deze pareltjes zijn een beetje gezet in een soort goud houdertje. Dus het heeft echt een heel leuk effect. Je ziet het bijna niet. Je kan natuurlijk ook gewoon die parelstickertjes gebruiken die je hebt. Maar dan moet je het daarna echt wel heel goed aflakken. Of misschien met een epoxy lak eroverheen. Nou, hij is klaar. Spannend! Hier komen ze. Yay! Oh, kijk. Tadaa! Oh, wat zijn ze trots. Wat is ze trots. Kijk nou, ze zegt van mij is mooier. Nou, ik vind die van haar schitterend. Dus mocht je nou een bod willen uitbrengen op mijn dochtersteen of die van mij, laat het me weten. Ik ga hem nog eventjes afkoten met deze leuke lak. En ja, als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal en dan mis je niks. En ik zie jullie heel, heel, heel graag een volgende keer. En als je het leuk vindt, give me a thumbs up. En als je het niet leuk vindt, dan ja, doe nou niet zo flauw en geef me nou geen thumbs down. Maakt niet uit wat je doet. Je moet maar doen wat je leuk vindt. Dit is de tutorial voor deze keer. En ik zie jullie heel graag een volgende keer. Doei doei!